It's made with love en dat is zo overgekomen. Het is een track met een begin en een einde, maar het is enkel het begin van uw persoonlijke leercurve. Het zijn opstapjes. De elektronische sounds van Afrika zijn niet echt zo gehoord of bekend. Dus wou ik er zeker een event van maken waar ik het allemaal kon toelichten en gewoon de kans wou geven aan mensen die het voor de eerste keer horen. Voor mijn stoomsessie uiteindelijk ben ik vertrokken vanuit een idee om alles wat dat gehoord wordt door het publiek, dat dat live gespeeld wordt ook. Het concept van mijn stoomavond was enerzijds kijken naar de manier waarop dat we kijken naar wapenstilstand, wie dat we eigenlijk in het voorlicht brengen en meer specifiek kijken naar welke stemmen worden het minste gehoord. Zomer hebben wij een paar sessies gehad waarbij wij in gesprek zijn gegaan met verschillende organisatoren van de AB tot Beurschaburg, maar ook hebben wij gebabbeld met de programmator van Couleur Café. En dat zijn grotere organisaties of grotere concepten dan wat wij deden met Stoomp, maar het was interessant dat dat dingen waren die niet rechtstreeks invloed hadden of betrekking hadden op wat wij deden, maar wel aspecten waren dat je informatie uit kon halen, dat je dan meenam naar een kleinschaliger project als een stoomavond. En vanaf september ongeveer zijn we begonnen met echt concreet de communicatie uit te rollen van onze verschillende avonden en daar ook praktisch samen kijken hoe dat we elkaar konden ondersteunen. De avond zelf, tot 10 minuten voor de eerste act, super gestresseerd. Alsof je zelf moet performen, omdat je wilt gewoon dat er mensen komen, je wilt niet dat er niemand is. De manier waarop ik de line-up had opgesteld, ik was onzeker of ik twijfelde nog over of dat de volgorde wel klopte of of dat logisch was voor andere mensen, omdat het voor mij wel logisch was omdat ik het concept had bedacht, maar vertaalde dat ook wel naar het publiek. Als het echt helemaal is verlopen zoals ik het in mijn hoofd had in het begin, dan zou het echt nog wel een beetje meer bombastischer zijn geweest, bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk alles heel goed verlopen. De verwachtingen zeker getopt zelfs. Ik raad het zeker aan iedereen die ergens een kriebel voelt voor muziek en mensen samenbrengen. Je hoeft geen duidelijk concept te hebben of geen duidelijk uitgewerkt idee al. Er zijn zodanig veel insteken waarmee je kunt vertrekken of motivaties. Dus hou je totaal niet tegen of schrik je totaal niet af als je het allemaal nog niet weet, want je ontdekt het gaandeweg. Het is niet de eerste keer dat ze dit doen, dus Stoomp is het perfecte platform om je daarbij te helpen. Idee dat je in je hoofd hebt, is niet altijd wat het uiteindelijk wordt of zo, maar het blijft wel altijd van u. Okay, now we need to